hazonnestraaltjes. Nou, in ons vorige filmpje begint de Eerste Wereldoorlog zo'n beetje los te barsten. En we gaan in dit filmpje kijken is wat nou eigenlijk precies het plan was van al die landen. Of tenminste eigenlijk vooral van één land, omdat die een heel duidelijk plan had liggen. Namelijk de Duitsers. De Duitsers hadden een plan, en je zag het net al staan, dat heet het von Schlieffen-plan. En het von Schlieffen-plan is belangrijk om even goed te begrijpen. Het von Schlieffen-plan heet het von Schlieffen-plan, omdat het bedacht is door deze man, Alfred von Schlieffen. Hij heette gewoon zo, hij was een generaal, en hij had een plan bedacht voor als het oorlog zou worden. Want, zoals we al hadden gezien in het vorige filmpje, nou, vorige filmpjes eigenlijk, in Europa wist men, waarschijnlijk gaat het binnenkort knokken worden. En deze man dacht, weet je, als het knokken gaat worden, kunnen we beter meteen een plan hebben liggen. Dat is handig. Dus hij had een plan ontwikkeld. Maar waarom was dat plan er nou precies? Nou, het eerste heb ik al gezegd. Men zag wel een oorlog aankomen. Maar Duitsland had nog best wel een ander probleem. Omdat als je er goed over nadenkt, en we kijken eens naar de bondgenotenkaart, dan zie je dat Duitsland hier in het midden ligt. Met eigenlijk aan heel veel kanten vijanden. Namelijk de Fransen in het westen en de Russen in het oosten. Je hebt ook nog de Engelsen in het noorden, maar daar hebben ze nu wat minder last van. Ze hebben vooral heel veel, zijn ze bang voor, de Fransen en de Russen. Want, denken de Duitsers, als het oorlog wordt, dan moeten wij op twee plekken tegelijk gaan vechten. In Frankrijk en in Rusland. Dat noem je een tweefrontenoorlog en dat wilde Duitsland voorkomen. Dus de Duitsers wilden een tweefrontenoorlog voorkomen. Dus deze man, von Schlieffen, wilde de tweefrontenoorlog voorkomen. En hij dacht, ja, die Oostenrijk-Hongaren, dat zijn wel onze bondgenoten, maar daar kunnen we niet echt op rekenen. Dat is onhandig, laten we het gewoon zelf maar oplossen. Dus, generaal von Schlieffen bedacht een plan waarbij Duitsland eerst Frankrijk ging pakken en daarna Rusland, zodat ze geen tweefrontenoorlog zouden krijgen, want dat is heel lastig op twee plekken tegelijk vechten. We zien het hier nogmaals, dus eerst vechten met de Fransen, dacht hij, en daarna vechten met de Russen. Hier zien we een hele mooie kaart van hoe het plan eruit zag. Hij zei, we gaan met 5 grote legergroepen, trekken we heel snel door België heen naar Parijs. En dan pakken we Parijs en dan gaan we als de donder, dat zie je aan die blauwe pijltjes, dan gaan we als de donder terug naar Rusland. En dan laten we een klein leger achter in Frankrijk. En dan gaan we als de donder, hopsakidee, naar Rusland en dan pakken we hun. Want, zo was de gedachte, de Fransen die zijn gevaarlijk en die zijn snel. Dus die moeten we meteen pakken, het begin van de oorlog. We gaan door België heen. En er was ook nog een versie van het plan dat ze ook nog eens door Nederland heen gingen. We gaan door België en Nederland heen. Dan pakken we Frankrijk. En dan zetten we alle jongens op de trein, hop naar Rusland, en dan gaan ze daar vechten. Want, zo was de gedachte, de Russen zijn langzaam. Die Russen, als de oorlog uitbreekt, hebben maanden nodig om een beetje soldatenuniformen te geven en geweertjes te poetsen. Dat duurt maanden. Dus als we snel die Fransen hebben, pakken we daarna de Russen en hebben we ze eigenlijk 1-1. Dat was het plan. Wat we wel goed moeten beseffen is dat dus Duitsland bedacht dat die oorlog heel snel zou moeten gaan. Dus de Duitsers hadden er wel een beetje belang bij dat zodra de oorlog een beetje uit zou breken, dat ze dan als de donder de eerste waren die gingen vechten. Want hun hele plan draaide om snelheid. Daarom wordt er ook wel eens gezegd dat het von Schlieffen-plan ook misschien wel een reden is waarom de Eerste Wereldoorlog is uitgebroken. Omdat die Duitsers dachten, ja, zodra het ook maar een beetje misgaat, moeten we als de donder gaan vechten. Dus omdat ze een beetje haast hadden, wordt er ook wel eens gezegd dat het von Schlieffen-plan ook een reden is dat de Eerste Wereldoorlog is losgebarst. Goed, dit was dus het plan. Dus het plan was met 5 legers door België, Nederland, hop snel naar Frankrijk, Parijs innemen, grote steden innemen en dan iedereen op de trein, hop, naar Rusland en dan daar vechten en winnen. Maar hoe is dat nou eigenlijk gelopen? Hoe ging dat? Laten we het voor dit filmpje ophouden dat het anders ging dan ze hadden gepland. Echt heel anders. Die aanval die ze zo snel wilden doen, die ging helemaal niet zo snel. Dus er waren veel meer mensen die ze gingen tegenwerken dan ze hadden verwacht. En de Russen waren ook nog eens niet traag. Dus ze hadden gehoopt, oh, die Russen zijn langzaam en die Fransen die overrompelen we meteen. En allebei die dingen
zijn niet gelukt. Dus de Fransen en de Belgen die vochten veel harder terug dan ze hadden verwacht. En de Russen hadden ook veel eerder hun leger op orde dan ze hadden gehoopt. De foto die je hier ziet, die heeft daar heel veel mee te maken. En dan kan je mooi wel zien hoe het er een beetje aan toe ging. We zien hier in een open treinwagon zien we Duitse soldaten zitten. En op die wagon hebben ze met krijt of met witte verf hebben ze dingen opgeschreven. En de belangrijkste is Ausflug nach Paris. Dat betekent gewoon vakantie of reisje naar Parijs. Ze hadden echt het idee, wij zijn zo snel en we zijn zoveel beter. We gaan hop even naar Parijs, even een vakantietje naar Parijs. Gaan we lekker winnen en dan gaan we naar huis. Er staat hier ook Auf Wiedersehen auf dem Boulevard. Dus tot ziens op de boulevard, in Parijs waarschijnlijk. Ze dachten gewoon dat het heel snel, heel makkelijk voor elkaar zou zijn. In de volgende filmpjes gaan we zien dat ze helemaal niet heel snel alles voor elkaar hadden. En dat het totaal anders liep dan de Duitsers hadden verwacht. En dat het von Schlieffen-plan helemaal niet werkte.